Het prachtige van een boek is dat je het kan neerleggen en dat je zelf het tempo kan bepalen hoe je er doorheen kijkt. He? Hoe je per bladzijde je keuze kan maken. En een boek geeft een ritme. He? Een ritme van het kijken, van het genieten van die foto's. Ja, dus dat is een feest. Het is nooit mijn bedoeling geweest een collectie op te bouwen. Het feit is gewoon, mijn allereerste boeken zijn dus de boeken van hoe moet je vergroten, hoe moet je dus een filmpje ontwikkelen, waren allemaal de technische boeken. Ja, in die technische boeken staan ook foto's tussenin. En op een gegeven moment ga je gaandeweg, koop je die boeken. Ja, en dan loopt het uit de hand. Het was eigenlijk één kamer, hè, toen dus mijn zoon Jan-Peter dus naar Eindhoven ging en daar op de universiteit ging studeren, dat er wat meer ruimte dus vrij kwam. Hè. Maar op een gegeven moment, er kan wel veel ruimte vrijkomen, maar op een gegeven moment vult dat vanzelf weer gewoon dus automatisch aan. Hè. Daar stond op een gegeven moment inderdaad zo'n 7500 boeken. Dat betekent dat in bijna elke kamer je die boeken tegenkwam, behalve die slaapkamer. Rie is dus, mijn vrouw, is dus overleden. Hè? En dan wordt een huis, ja, toch wel, blijft nog wel vol met boeken dus uiteindelijk staan. Maar je kijkt toch verder naar je eigen toekomst dus uiteindelijk toe. Hier in het Nederlands Fotomuseum was de enige die de garantie gaf dat de collectie niet uit elkaar zou vallen. En dat was een van mijn drijfpunten om dus op een gegeven moment hier naartoe te komen. Een bijkomend punt. Ja, maar ik vond het wel belangrijk dat de collectie altijd je naam blijft houden. Ja, dat is heersen over je graf heen. Hoor. Maar goed, zo ijdel was ik dan dus en ben ik nog. Je moet eens kijken, want nu pas krijg je eigenlijk het idee van hoeveel het is. Mijn vader had dus een loodgietersbedrijf in de Amsterdamse Jordaan. Ik was de enige zoon, hè? Dus de bedoeling was dat ik het bedrijf zou overnemen en doorzetten. Hè? Toen liep ook de tentoonstelling The Family of Man. En die heeft me mijn ogen geopend. Dat was een fantastische tentoonstelling. En het feit dat je met fotografie dat tot uitdrukking dus kon brengen. Dat heeft me altijd gefascineerd. Mijn ouders zijn natuurlijk wel mensen dus vanuit de crisisperiode. En die snapten het helemaal niet dat ik boeken dus kocht. Zo valt er iemand uit de boot, zei ik dan altijd maar. En ik ben in de zee terechtgekomen, die zo groot en die zo wijd was. Ik heb daar heerlijk in gezien. Even kijken hoor. Daar lag het foto van. Hier heb je een beeldroman. Dat is een hele bekende. Het is namelijk van Austria. Ja. Daar kwam een boek dus van Dolf Toussaint, de fotograaf, hè, dus uit over de Amsterdamse Jordaan. En het leuke van dit boek is het feit dat ik er dus gewoon daarin mensen dus ken. Hier dus een doodkistenmakerij die dus in de Amsterdamse Jordaan dus werkte. En dat was Cas. Dat was heel leuk en had ook nog niet het aspect dat dat ooit het begin van een verzameling dus zou zijn. Dat is gegroeid. Het zoeken naar boeken heeft ook iets met een jacht te maken. Dat ergens mijn haar recht overeind gingen staan, dan moest er iets in de buurt zijn wat ik interessant vond. Ik kan me nog herinneren waarin ik dus een liefde in Saint-Germain de Pré vond. Nou, het lag ergens onder in de stapel. En alleen het hoekje stak uit. En dus ik heb de hele stapel opzij neergezet. En inderdaad, toen kwam hij eruit. Ik kan voor mezelf toch de vreugde herinneren die ik had dat ik dat boekje van Ed van der Elske dus uiteindelijk vond. Elk boek heeft een printstempel, hè? Ja, de heren van Kara. Ja. Een van de mooiste ankers is dus geweest toen dus hier de Mondriaan Stichting kwam. Hè? En die dus de boeken bekeken heeft om te kijken dus of het Nederlands Fotomuseum voor een subsidie in aanraking kwam. Hè? Toen stond in die brief dat de collectie uiteindelijk het culturele erfgoed voor de fotografie was. Dus ja, dat was eigenlijk een moment van
ja, een stukje erkenning. Erkenning dat het de moeite waard is om bewaard te blijven.